Wat denken jullie ervan om vandaag eens de keuken in te vliegen? Ja! Ik ben benieuwd wat er allemaal in de koelkast zit vandaag. Pastinaak, bloemkool, bananen, zoete aardappel, precies wortel. Tal van vergeten groenten waar we eigenlijk chips kunnen mee maken. Leuk! Haal ze eruit en we gaan eraan beginnen. Ook de bloemkool? Ah ja, alles wat dat erin zit. Dus een paar zoete aardappeltjes. Kijk eens aan, een hoop vergeten groenten waar we chips gaan van maken. En we gaan niet alleen chips maken, we gaan daar ook een lekkere dipsaus voor bij maken op basis van zelfgemaakte mayonaise. En als jullie heel braaf zijn vandaag, dan heb ik nog een super grote verrassing, want dan gaan we ook popcorn zelf maken. Yes! En als we daarmee klaar zijn, dan gaan we lekker met z'n vieren tv kijken. Yes! Oké, nou beginnen gaan we doen met chips maken. En we gaan alle groenten gaan we heel fijn snijden. We hebben hier een dun schiller. En met een dun schiller gaan we hier plakjes afhalen. We gaan eerst de buitenkanten eraf halen. En wie weet er wat het dit is? Wat is dat? Pastinaak. Een pastinaak. En weten jullie hoe een pastinaak smaakt? Ja, wortel. Ja, ook gelijk een wortel. Dan wel witter als een wortel. En kan er chip van maken. Wat gaan we doen? We gaan hier dunne plakjes van snijden. En die gaan we strak frituren. Oké? Okay? Thomas, ja. Voor jou. Jij kan ermee beginnen. Dan, Sel, voor jou een bloemkool frituren. Huh? Frituren? Gaat dat dan niet knallen? Dat geloofde niet, hè? Nee. Ik ken alleen maar van kroketten frituren en frieten frituren. Jawel, en bloemkool dat kun je ook frituren. En dat is echt kei lekker. We gaan bloemkoolroosjes hier uitsnijden. En hoe moet je daar nu aan beginnen als een bloemkool? Die bladeren. Die bladeren eraf halen. En hoe gaat het die eraf halen? Zo. Laat eens zien hoe sterk dat je bent. Oké, wacht even proberen. Voilà. Kijk aan. Ik heb daar nog een andere manier voor. We gaan hier rondsnijden. En dan haalt dat eraf en vallen al die bladeren eraf, ja. En hier zitten eigenlijk allemaal kleine roosjes in. En die roosjes, die kun je daar uitsnijden. Hup. Zo groot mag de roosjes allemaal zijn. Zie je dat? Dus dat moet precies zo een klein boompje. Een klein boompje, voilà. Van heel de bloemkool mogen de roosjes maken. Dan ga ik even kijken bij Luca. Luca, wat hebben we hier? Wat zijn dat in godsnaam? Dat weet ik niet. En wel, deze balletje is familie van de zonnebloem. En het heet een aardpeer of een Jeruzalem artisjok. Of zelfs een tompinabour. Moeilijke namen. Moeilijke namen, hè? Tomboer, denk ik. En die waren echt gek. Dat was, ja, zo met een bol. En daar waren van die kleine stengeltjes aan. Die aardpeer gaan we met een mandolin snijden, dat we mooie dunne plakjes hebben. Zoals echte chips. Ken je dat machine? Mama wel eens gebruiken om frietjes te maken? Nee, ik. Jij zelf, dus jij weet perfect hoe dat moet? Ja. Dan ga ik jou laten werken. Dunne plakjes erop en goed oppassen voor de vingers, hè. Ik heb hier zelf een snijmachine, want daarmee kun je dat ook doen. Wat denken jullie ervan, jongens? Chipsfeest van vergeten groenten. Ja. Is dat gezond of niet? Ja. Je moet thuis niet zo vaak chips eten, alleen als het feest is overkomt bezoek. Kijk eens, Luca. Chipjes. Zijn iets dikker. Die van jou zijn ietsje dikker, maar dat is niet erg. Dan moeten ze ietsje langer bakken. Ik ga voor jullie even een kom met water pakken. En waarom gaan we dat in water doen? Omdat er wel wat zetmeel hier overal rond zit.
En dat zetmeel dat gaat ervoor zorgen dat onze chips niet krokant worden. Dus we gaan zorgen dat we dat verwijderen. Wauw, dat is wel goed gewerkt hier, Thomas, want jij bent al klaar met de pastinaken. Ja. Deze chips gaan we erin doen, zie. Voilà. En dan gaan die mooi krokant worden en mooi een beetje opkrullen. Zie je dat dat water al verkleurt? Mm-hmm. En dat is zetmeel wat erop zit. Kijk, hier kun je dat goed zien, hè? Ja. Dus we halen dat er allemaal af. Voilà, dat is voldoende. Zoete aardappel, die gaan we niet wassen. Die schillen gaan we ook zo houden. En dan gaan we dat er weer... Voilà, kijk eens wat een kleur dat dat geeft. Mm. Goed kracht erop zetten, dat je mooie plakjes hebt, hè? Ja. Zeg, en welke film gaan we vanavond kijken? Een tekenfilm. Een tekenfilm. En geen grieze. Vind jij dat ook leuk, Luca, aan een tekenfilm? Ja, griezelfilm. Een griezelfilm? Nee. En waarom niet? Ik ben iemand die heel vlug bang is. Oei. Ik ben heel vlug bang, maar ik heb toch Luca bij jou vandaag? Luca, die gaat wel voor jou zorgen, hoor. Oh. En wat voor griezelfilm dan willen we dan kijken? Harry Potter. Zo Harry Potter die met zo verhete groentechips gaat vliegen op zijn bezem. Dat is genoeg, Thomas. Oké. Die Thomas die gaat nogal vooruit, hè? Thomas trein, hè? Als een trein, ja. Thomas als een trein. Dat is hier ook al feest genoeg, zie ik. Dat ging bij mij heel rap. En dan kregen we allemaal van die kleine schijfjes. Dat leek al op chips, alleen moesten ze nog gefrituurd worden. Ik heb ook nog wat aardappeltjes nodig. Dat mag ook. Chips van aardappel. Hier gaan we de schilletjes wel afhalen, dus je moet eerst schillen. Ja. En dan gaan we chips ervan maken ook, hè? Oké. Luca, wat heb ik hier? Een soort banaan. Een grote. Op het moment dat ik een bakbanaan zie, dan ben ik zelf gelijk in Azië. Ze eten bijna evenveel bananen als aardappelen. Het wordt gefrituurd, er worden beignets van gemaakt. Het is ook een superlekker product. Zo. Voel eens? Het is toch wel anders dan een gewone banaan, hè? Harder. We kunnen daar met de dunschiller plakjes van snijden. En omdat die nog niet helemaal rijp is, gaat dat heel goed gaan. Kijk eens. Ga je die zo eens proeven? Proef eens. Nog een stukje. Vind je hem niet lekker? Smaakt die anders dan een gewone banaan? Ja, hè? En strek, hè? Gaat al die suiker die dat erin zit, hè? Die gaat zo lekker karamelliseren in het frituur, hè? En weet je wie dat er dan verslaafd kan zijn aan die chips van banaan? Luca. Geloofde me? Nee. En wel, ik zal jou straks doen overtuigen dat je gefrituurde chips van banaan gaat eten. Oké? Okay? Super. Die gaan we opzij leggen. Voilà, aan jou. Onze groentjes gaan we afdrogen. Je moest heel goed de groentjes en zo afdrogen, want anders ging dat spetteren in de kookpot, zal ik zeggen. En zo gaan we dat met alles doen, behalve de bananen en de bloemkool. Die kunnen we in één keer al frituren. Kijk, zie je zo mooi droog? En dan is het nu aan jullie om alles te wassen en te drogen. Dat hij in het midden liggen. Ja. Oké. Ga jij de lekkerste vinden? Ik denk die de echte chips. Ik denk die met de die wat wij aan het maken zijn. Ah, deze toch? Nee, ze zijn goed. Hup, deze. Ja, goed afgedrukt, maar bij mij met de gewone aardappelen was dat wel zo. Want nee, zo. Nog een keer. Nog vochtig. Nog een keer. Nog vochtig. Nog een keer. Nog vochtig. En zo wel 5, 6 keer doorgegaan. Onze chipjes zijn afgedroogd
En dan gaan we ze frituren, net zoals dat ze in de fabriek doen. We nemen de aardappels. En die gaan we erin leggen. Zorg ervoor, als je gaat frituren, dat je niet te veel in één keer in de pan gooit, want dan gaat de temperatuur van het vet omlaag. Zorg ervoor dat je kleine hoeveelheden frituurt, mooi bruin frituurt en dan eruit haalt. Op een keukenpapiertje laten uitlekken en niet gelijk zout opdoen. Je kruidt best op het einde, want anders gaat de knapperigheid weg. Luca is chef van de frituur en jullie gaan Luca helpen. Ik was de chef van de frietpot en dan moest ik dat allemaal bedienen met mijn vriendin naast mij. En dan moesten ze die anderen gewoon erin leggen en ik moest roeren en dan eruit halen. En dat was wel tof. Het chipje is precies verliefd op de spatel. Ja. Hebben jullie al eens gezien wat Thomas aan het maken is? Gefrituurde bakbananen. Ik was met Roger van Damme aan het frituren en ik dacht... Dat had ik niet verwacht, dus dat was wel iets plezants. En ja, dat lukte wel goed. Ja, ze mogen eruit. Onze bananen zijn klaar. Snel zijn nu, hè. Dat ziet er super uit, hè. Kijk eens hier. Chips van banaan. Wat heb ik beloofd aan jou? Ik ging jou overtuigen, hè? Samen proeven, hè? Het volgende, wij gaan bloemkool frituren. Je kunt de gekste dingen eigenlijk frituren. Wortels, knolselder, aardperen, bananen, eieringetjes, noem maar op. Maar zorg ervoor dat je het op een lage temperatuur frituurt. En zorg er ook voor dat je altijd goed afdroogt voordat je het in de frietpan gooit. Zeg, hoe vrolijk worden jullie hiervan van die chips maken? Heel vrolijk. Heel. Ah. En als ik het strek moet opeten, gaat het dan nog vrolijker worden? Ja! Gefrituurde bloemkooltjes. Dat is precies popcorn. Dat is precies popcorn. Ja. Ik wist eigenlijk niet dat ik van pastinaak en bloemkool en ja, ratten dingen kan patatten maken, chips maken. En dat was uiteindelijk toch gelukt. De chips, daar gaan we nu nog niet aankomen. Want eerst gaan we nog een lekkere mayonaise maken. En dan ineens lijkt het zo van die chips die zijn zo aan het leggen van jullie mogen nog niet eten. Ik heb wel honger, hè. Geven ze dan nu een keer niet? Kunnen kloppen. En dan denk je zo van straks, hè. Straks ga ik degene die lachen als eerste opeten. Ik heb alle ingrediënten klaarstaan om een lekkere mayonaise te maken met wat mosterd, wat azijn, olie en een eidooier. En ik denk dat Luca degene is die perfect mayonaise kan maken. Ik ben benieuwd, want mayonaise, dat kan heel vaak zijn dat die schift, hè? Hebben jullie dat al eens meegemaakt, dat de mayonaise schift? Ja. Ja, bij papa en mama thuis? Heel vaak is het omdat er te veel olie bij gaat, dat de olie te snel erbij gaat. En altijd goed kloppen in zo'n klein hoekje. Wat azijn erbij, Luca? Ja, super. Dan heeft Luca zitten kloppen en dan heb ik zo soms heel rustig dat erbij gedaan. En wij zo, kom aan Luca, kloppen, kloppen, kloppen. Allee Luca, allee Luca, allee, allee Luca, allee, allee. Dan hebben ze mij nog zo zitten aanmoedigen. Gewoon Luca en zo. En dat was wel tof. Tik, 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 tik. Snel, 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 snel. Luca, mag ik iets zeggen tegen jou? 10 op 10. Dat ziet er echt een super goede mayonaise uit. Dan heb ik een 10 op 10 gekregen van Roger van Damme. En dat vond ik heel tof en ik was er trots op. We gaan er nog een klein beetje zout en peper bij doen. En een snuifje zout. Voilà. En wat peper. Voilà. Nog eventjes mengen. Thomas,
En dan mag jij het er mooi in doen. Voilà. Je kan er ook een cocktailsaus van maken. Een klein beetje mayonaise met kinderketchup. Je kunt er een tartaarsaus van maken. Dit is een goede basis om alles mee te maken wat je maar wilt. En laat de kinderen zelf maar kiezen, want die weten goed wat ze willen. Voilà. Gaat dat genoeg zijn voor ons? Yep. Ja. Ja? Denk het toch, hè? Zo. Chips van vergeten groenten. Mayonaise. En nu nog mooie potjes, want daar gaan we dat in doen. Doe die grote chips in de grote potjes. Van alles erbij doen. Er van boven of zo, van die oranje of zo. Thomas, ik ga eens een beetje kruiden al. Hier zo, een klein beetje zout erop. Voilà. Luca mag er ook een beetje zout op doen. Ik heb hier nog wat currypoeder. Wie lust er graag currypoeder? Ik heb. Ja? Kijk eens hier. Een klein beetje currypoeder zo erop nog over. Zo. Voilà. En hebben jullie eigenlijk vandaag wel jullie best gedaan? Ja. Ja. En wat had ik dan beloofd aan jullie als jullie jullie best zouden doen? Popcorn! Gaan we dat nog doen? Ja. Die popcorn gaan we hier ondersteken. En wat gaat er dan met die popcorn gebeuren? Plof. Plof, plof. Ploffeest! Voilà, feest. Oké. Als je popcorn wilt maken, dan ga dan naar de winkel en kies dan voor echte popcornmais. Die poft mooi en het is altijd vuurwerk. En dan gaan we die nu dicht doen. En dan gaan we wachten. Ik hoor niks. Zullen we eens kijken of er iets gebeurd is? Denk het niet, joh. Nee, nog niet. Even de stroo laten zitten. Ik hoor al iets, hoor. En ik begin ze nu goed te ruiken ook. Zullen we stellen hoeveel dat er al goed zijn? Ja. Wow. Hij deed er nog ponk, dat vloog eruit. Iets voor mij. En ik stel die vloog er al af. Dat was niet normaal. Vuurwerk. En ik en Thomas zo wedstrijdje popcorn rapen. En ik heb dan in één keer zoveel popcorn opgerapen. En dan zeg ik, ja, nu gaan we even stoppen, hè, want anders hebben we straks niks meer. Popcorn! Yay! Popcorn, baby! Popcorn! Wauw! Onze zelfgemaakte popcorn. We gaan er wat zout over doen, want het is zoute popcorn. En ook nog een beetje suiker. Nee, suiker gaan we er niet om doen. We gaan het echt zout houden. Ook een beetje currypoeder, want dat is ook heel lekker. Zo, voilà. Klein beetje currypoeder. Goed schudden. Oh, lekker. Alles is klaar. En wat gaan we nu doen? Dinner! Super, come on, go! Onze zelfgemaakte chips, zelfgemaakte mayonaise en zelfgemaakte popcorn. Aanvallen! Dan mogen we eindelijk aanvallen. Dat was eigenlijk wel leuk, want ineens zo... Yes, ik heb honger. Dus dan kan ik eindelijk iets eten. Ik vond dat tof als ze daar aan alles mochten knabbelen met de film erbij. En dat was lekker, vooral met de mayonaise. En dan moet je daar chips of popcorn in doen. Ik vond de popcorn lekker in de mayonaise. Mooie film, hè? Ja. Zullen we dan ook maar afsluiten op een vuistje? Ja. Hé. Hey. Yes! Yes! Hey.
ik ga zeker nog eens die chips maken voor mijn broer, mijn mama en mijn papa. Die zullen dat ook wel lekker vinden en dan kan ik daarin mee verrassen. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.